Oh Nico, dat is een eer. Jij was wel de laatste die ik hier verwachtte. Ik dacht dat wij een afspraak hadden voor een etentje, maar als ik mij goed herinner, was dat bij mij thuis? Ik heb een boodschap achtergelaten. Ja, dat heb ik ontvangen. Stephanie verontschuldigt zich. Vroeg maar alleen af hoe Stephanie zich verontschuldigt. Ik had gewoon geen zin vanavond. Ik ben moe, dat is alles. Ik bewonder je eerlijkheid. Alleen al omdat hij zo perfect berekend is. Oké. Ik heb duidelijk iets wat jij wilt, anders was je hier niet helemaal naartoe gekomen. En jij hebt dingen die ik wil. Dus waarom zouden we niet onderhandelen? Ja, waarom niet? Alles is oké. Hey, niemand kan je iets doen. Ik veilig. Doe veel maar. Rustig maar. Ga maar weer liggen. Je bent bij mij, bij Helen. Het is oké. Niemand kan je pijn doen. Hey. Ga maar weer slapen. Doe maar. Oh, lekker, dank je. Alsjeblieft. Heb jij nog een beetje kunnen slapen? Een beetje, ja. Ik heb net naar haar net gekeken en het lijkt alsof ze langzaam bijkomt. Hoe kan je dat nou zien als ze slaapt? Omdat ze rustiger slaapt. Ah, ja. Ik hoop dat ze er geen blijvende schade van ondervindt. Als je gezien had hoe ze gisteravond wakker werd. Ja, maar dat schreeuwen, dat kan een manier zijn om het uit te bannen. Als ze straks wakker wordt, is het waarschijnlijk een stuk rustiger. Oh. Ik hoop het voor haar. Een van die politiemannen zit nog steeds buiten de auto te wachten. Ik geloof zelfs dat hij er de hele nacht gestaan heeft. Nou, misschien moet ik Frans even bellen om te zeggen dat ze nog steeds slaapt en zeker niet verhoord kan worden. Anders staat hij straks weer voor de deur. Ja. Annette. Hallo, Simon. Hoe voel je je? Oké. Hoe laat is het? Het is ochtend. Hoe lang heb ik geslapen? Sinds gistermiddag. En het is nu dinsdag. Wat kan je je herinneren? Herinner je je dat je bij Mark was, zondagavond? Mark. Mark is dood, toch? Hoe weet je dat? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hij dood is. En daar ben ik blij om. Bel onmiddellijk Matthijs en vraag of hij hier naartoe komt. En daarna de inspecteur. Oké. Hallo? Ik ben het. Ik wou even mijn excuses maken voor gisteravond. Excuses? Ja, je weet wel wat ik bedoel. Over hoe ik me gedroeg toen Daniel binnenkwam. Dat is een oude gewoonte van me, zou ik maar zeggen. Ik heb geen enkel recht om me te bemoeien met jouw privéleven. Dat zal niet meer gebeuren. Oh, nou ja, dat is oké. Laat je ons weten hoe het afloopt met je nieuwe werk? Ja, natuurlijk. Ik bel je later nog. Veel geluk. Oké, bedankt. Tot ziens. Dag. Oh, moet je hier kijken. Mark de Waal was de verloofde van Annette vermoord aangetroffen. Jezus. Dat is onze aardrijkskundeleraar, weet je wel? Oh ja, die. Ik weet het weer. Ik ga na school even bij mevrouw Helmut langs om te kijken hoe het met Annette gaat. Misschien kan ik iets voor u doen. Dat is een goed idee. Ik bel Helen straks ook even. Ja, dat is prima zo. Dank u wel. Dag. Nou, ik kan Annette's ouders niet bereiken hoor. Ik heb net een telegram gestuurd. Ik heb geen idee waar die zitten. Oh, dat zal de politie zijn. Ik doe wel even op. Oh, hallo Annie. Hey Simon. Ik heb gehoord wat er gebeurd is en ik kom even kijken of ik wat voor Annette kan doen. Nou, niet echt. De politie kan elk moment komen. Maar ik zal doorgeven dat je geweest bent. Ja,
Vind je het goed als ik wat later terugkom, als dat rustiger is, om te kijken hoe het met haar gaat? Ja, tuurlijk. Oké. Nou, tot ziens dan. Ja. Dag Arnie. Dag. Nou, ze heeft in elk geval veel vrienden. Niel van Dongen. Ja, Nico hier. Zeg bedankt voor je boodschap. Hoe laat ontmoet je Robert? Zo direct. Hij zit nou buiten te wachten. Maar ik kan je wel zeggen, Nico, wij kunnen Roberts talent uitstekend gebruiken. Nou, ik zou absoluut niet proberen het uit je hoofd te praten. Robert is een prima kracht. Doe alsjeblieft wat je denkt dat goed is. Nee, dat apprecieer ik wel. Ik dacht even, ik check het bij jou voordat ik hem een definitief aanbod doe. Prima. Fantastisch. Alleen jammer van dat toeristaccount. Tourist account? Ja, ik had gehoopt die naar jullie door te kunnen schuiven. Maar laat maar, het is te gecompliceerd om dat nu allemaal uit te leggen. Ten meer dat Robert misschien niet eens bij jullie gaat werken. Maar als hij bij jou gaat werken, dan kan het account natuurlijk niet naar jullie toe. Nico, waarom bel ik jou niet terug nadat ik met Robert gesproken heb? Ja, waarom niet? Bedankt. Volgens mij is Nico gek wanneer hij jou laat gaan. Hij verliest een van zijn beste mensen. Maar ja, dat zijn problemen. Ik zou niets liever willen dan dat jij in ons team kwam. Ik doe graag mee. Het enige probleem is dat het team op dit moment compleet is. Allemaal prima mensen. Misschien moeten we wat meer geduld hebben. Ja, ik kan me je situatie wel voorstellen. Geen probleem. Ik weet dat we goed kunnen samenwerken. Daarom kwam ik eerst met jou praten. Maar ik verwacht nog aanbiedingen van andere bureaus, dus ik zou er niet mee zitten. Misschien komt er later nog een gelegenheid. Tuurlijk. Kijk, misschien is volgende week de situatie totaal veranderd. Dan sla ik mezelf voor mijn kop dat ik je heb laten gaan. Kan je me een beetje meer tijd geven? Weet je wat? Voordat ik definitief beslis, neem ik contact met je op. Oké? Prima. Bedankt. En een groet aan je vrouw. Nee, probeer Nico Stenders voor me aan de lijn te krijgen, alsjeblieft.